من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمنا فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين geliefde broeders en zusters
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Geliefde kijkers, beste broeders en zusters, welkom bij deze lezing van Moskee Zuilen, Moskee Abu Bakr al-Siddiq. Vandaag hebben we een geliefde gast, Abu Rayhana, Rafiq Abu Rayhana. En die gaat ons inshallah vermanen over de maand Ramadan en hoe wij hierin te gang gaan. We hebben drie vragen die wij stellen aan onze geliefde broeder. En ik roep hem naar voren. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ ما شاء الله الحمد لله بارك الله فيك. في إيش كير هي الموسكي زايلة؟ اسمع إيش كير؟ ما شاء الله. ما شاء الله. نعم. 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 De eerste vraag is, waar moeten we specifiek op letten en extra aandacht aan schenken in deze maand Ramadan? Welke zaken moeten wij vermijden of verlaten? En hoe zorgen we ervoor dat deze maand, dat de maand Ramadan is een maand waar wij ook trots op kunnen zijn? En inshallah, kun je ons verduidelijking geven? Tafaddal. Shukran. Jazakallah khair. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ten eerste doet mij een deugd om hier aanwezig te zijn tussen mijn broeders in deze moeilijke tijden. Mag Allah subhanahu wa ta'ala ons verlossen van dit virus, deze pandemie. Ik bevind mij tussen oude bekenden die ik vroeger kende. We ontmoetten elkaar natuurlijk omwille van het goede, omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. We kwamen in het verleden bij elkaar om kennis te vergaren, om verschillende activiteiten. Dat zijn de goede oude tijden, of niet? Maar het doet mij een deugd om hier aanwezig te zijn. Inderdaad, dat is mijn eerste keer dat ik hier fysiek in de moskee aanwezig ben. Het is indrukwekkend, ook vanaf buiten is dit een mooie uitzicht, subhanallah. En ik denk, ik twijfel niet over de inhoud en over de inzet van de broeders hier, die allerlei activiteiten ontplooien. Omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus bij deze vraag ik Allah subhanahu wa ta'ala om iedereen te belonen voor zijn inzet, voor zijn inspanningen, voor de tijd, de moeite, de energie. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om iedereen te zegenen in deze tijden. Bi'idhnillahi ta'ala. Om antwoorden te geven op jouw vragen, ik zal ze inshallah tijdens mijn woordje zal ik ze beantwoorden. Ten eerste om te beginnen, wij bevinden ons in de laatste dagen van de maand Sha'ban. Daarna komt de maand Ramadan, negende maand van het islamitische jaarkalender. Het begin om een succesvolle Ramadan van te maken, is dat we bewust moeten omgaan met deze maand. Wij moeten het besef vergroten. Besef aanwakkeren bij de moslims dat wij te maken hebben met een bijzondere periode. Het is één keer in het jaar, 29 of 30 dagen, maar het zijn bijzondere dagen en nachten. Het zijn dagen en nachten die hun gelijken niet kennen. Het moet tot ons doordringen, beste broeders en zusters, beste kijkers, dat wij te maken zullen hebben de komende dagen met de beste maand van het jaar. Allah subhanahu wa ta'ala verkiest wat hij wil en wie hij wil. Hij heeft van de mensen de profeten verkozen.
En van deze profeten heeft hij onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam verkozen. Hij heeft ook van plekken, heeft hij een aantal plekken verkozen. Namelijk Mekka heeft hij verkozen boven alle plekken. En ook van de dagen en de nachten heeft hij dagen en nachten verkozen. De beste nacht van het hele jaar is Laylatul Qadr, die zich bevindt natuurlijk in de maand Ramadan. En ga zo maar door. Dus Allah subhanahu wa ta'ala verkiest wat hij wil. En van alle maanden heeft Allah subhanahu wa ta'ala de maand Ramadan verkozen. Als de beste maand van het jaar. Dit moet tot ons doordringen. We moeten dit beseffen dat we te maken hebben met een maand die verkozen is door Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is het eerste. Jij moet beseffen, beste kijker, beste broeder en zuster, jij moet beseffen dat jij tijdens deze maand te maken hebt met een nacht die beter is dan 1000 nachten. Je moet beseffen dat jij tijdens deze nacht een grote aanbidding verricht. Namelijk ja, het vaste. Het vaste waarover Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Kullu amali bani adama lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzibe. Het is subhanallah een bijzondere daad van aanbidding. Waarbij Allah subhanahu wa ta'ala elke daad die jij verricht, de salah, de zakah, de hajj, de sadaqa of wat dan ook, Allah subhanahu wa ta'ala zegt de beloning daarvan wordt vertienvoudigd en tot 700 keer. Maar wat betreft de beloning voor het vaste is een geheim. Allah subhanahu wa ta'ala zal jou daarmee verrassen op de dag des oordeels. En als Allah subhanahu wa ta'ala jou verrast, dan weet je wat voor grootste verrassing dat zal zijn. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Dus zonder beperking zal Allah subhanahu wa ta'ala jou volledig belonen voor het vaste. Dus het is niet vertienvoudiging van de beloning. Het is niet tot 700 keer vermenigvuldigen. Nee, het is onbekend. Dus dat ligt bij Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah zal jou daarmee verrassen. Want dat is al genoeg. Er is een poort die speciaal is voor alleen de vastende. Rayyan. Rayyan, maar ook de naam Rayyan verwijst naar iets moois. Rayyan, dat betekent dorstlessend, overtreffende trap. Rayyan, van dorstlessend. Dus het is een bijzondere poort van het paradijs die alleen speciaal is voor de vastenden. Alleen de vastenden zullen door dit poort het paradijs binnenkomen. Zodra de laatste vastende dit poort binnentreedt, zal dichtgemaakt worden. En daarna zal niemand door dit poort, speciaal voor de vastende. Zo heb je ook de poort van de salah, de poort van de sadaqa, de poort van de jihad enzovoort. Speciaal voor de vastende personen. En die heeft ook, ja, ook een naam gekregen. Net als Babu Salah heet Babu Salah, Babu Zakah heet Babu Sadaqa heet Babu Sadaqa. Maar Babu Siyam heet Ar-Rayyan. Hij heeft hem ook een bijzondere naam gegeven. Dus sta stil bij deze grootste maand die er aan zit te komen. Een maand waarbij Allah subhanahu wa ta'ala elke nacht van de maand Ramadan mensen verlost en redt van het hele vuur. Wees daarvan bewust. Dus op het moment nou, dat jij praat over Ramadan, dan moet je het hebben over dit soort zaken, over deze waardevolle zaken. Dit staat mij te wachten dus. De komende dagen. Het is een maand, niet zomaar een maand. Een maand anders dan alle andere maanden. Maand van berouw, maand van vergeving, maand van verlossing, maand waarbij alles anders is. Jullie kennen de verhouding tussen het slechte en het kwaad. Allah subhanahu wa ta'ala, zoals hij zegt in surat al-shams wa duhaha en Allah subhanahu wa ta'ala zegt: "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsin wa ma zakkaha." Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft de mens volmaakt, perfect gemaakt. En hij heeft ook in de mens geplaatst het goede en het slechte. Dus die staan wat dat betreft gelijk, de verhoudingen zijn gelijk. Dus het goede en het slechte. Hij kan zo neigen naar het goede, maar hij kan ook zo neigen naar het slechte. Dat heeft Allah subhanahu wa ta'ala bepaald. Maar dat is normaliter het geval. Maar als de maand Ramadan aanbreekt en begint, dan zijn de verhoudingen anders. De verhoudingen zijn totaal anders. Hoezo anders? Allah, de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, als de maand Ramadan aanbreekt, dan worden de shayateen vastgeketend.
De poorten van de hemelen gaan open, wijd open. En de poorten van de hel gaan dicht. Dus die verhoudingen zijn niet meer gelijk tussen het goede en het slechte. Of neigen naar het goede of het slechte is niet meer gelijk. Die verleiding naar het goede of naar het slechte staan niet aan elkaar gelijk in maand Ramadan. De neiging naar het goede, ja, overtreft de neiging naar het slechte. Dit allemaal om ons het gemakkelijk te maken. Om ons, ja, makkelijker te maken, toenadering te zoeken tot Allah subhanahu wa ta'ala. Om ons het makkelijk te maken, de weg naar Allah subhanahu wa ta'ala te vinden. De weg naar de Koran makkelijker te maken. De weg naar de moskee makkelijker te maken. De weg naar de salah makkelijker te maken. Dit allemaal voor jou. En dit is alleen maar in de maand Ramadan. Speciaal in de maand Ramadan zijn de verhoudingen anders. Alles is anders. Subhanallah, Allah heeft een malaika aangesteld die ook de gelovigen helpen. Maar Allah daarentegen heeft de shayateen aangesteld om de mensen en de gelovigen met name te misleiden. En in te fluisteren bij hen. Maar deze shayateen, ja? Waaronder met name de opstandelingen daarvan, die worden vastgekeken tijdens de maand Ramadan. Dus sta hierbij stil. En maak van de maand Ramadan niet de maand van gewoonte. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen met dit alles. Want wees bewust dat je te maken hebt met iets groots, iets waardevols. Ken de waarde van de maand Ramadan. En daar begint eigenlijk het succes van de maand Ramadan. Is door je eigenlijk bewust te gaan vasten. De bewust om te gaan met deze maand. Het is niet zomaar een maand. Ja, dit zal misschien niet jouw eerste maand zijn. Maar het kan zo de laatste maand zijn van jouw leven. Het kan zomaar zijn dat je het ook niet gaat bereiken. Maar ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala oprecht om ons de maand Ramadan mee te laten maken. Maar dat zal misschien jouw laatste maand Ramadan. Grijp die kans. Het is een uitgelezen kans om jezelf te verbeteren. Om meer, ja, toenadering te zoeken tot Allah subhanahu wa ta'ala. Om van jouw goede kanten te laten zien. Om vergeving te vragen. Om berouw te tonen. Om een betere mens te worden, om aan jouw gedrag te werken. Maak van deze maand niet een maand van gewoontes. Maak van deze maand niet een maand van eten en drinken. Maak van deze maand niet een maand van Shabakia en Tamar en Harira en ga zo maar door. Dit is een maand van het vasten op de eerste plaats. Het is vasten als een grootste ibadah, een grootste daad van aanbidding. Natuurlijk heb je met Maghrib wat nodig, maar maak het niet groter dan dat. Alles inslaan. Hè? Een grote voorraden voedsel. Alsof dit een maand van eten is. Waarom? Omdat mensen, ik heb het idee dat mensen niet beseffen dat ze te maken hebben met een aanbidding. Het lijkt alsof maand Ramadan een gewoonte is geworden. Al-Ada is geen ibadah meer. Al-Ada, maand Ramadan komt. Het eerste waar wij aan denken. Shabakiyat, maar pakken soep inslaan. Natuurlijk doe je dat, maar. Maar laat dat niet de overhand krijgen. Laat dat niet overheersen. Als de maand Ramadan daarom gaat. Voor sommigen is maand Ramadan een series afkijken. Allerlei series die speciaal in de maand Ramadan gaan starten. En ga zo maar door. Dus alsjeblieft, wees bewust. Wees bewust van de waarde van deze maand. En het succes begint daarmee. Als je de waarde van deze maand kent. En wat er allemaal gebeurt tijdens deze maand. En wat Allah subhanahu wa ta'ala, wat er allemaal voor jou een petto heeft. Wat Allah subhanahu wa ta'ala allemaal voor jou beschikbaar heeft gemaakt. Wat Allah subhanahu wa ta'ala voor jou allemaal heeft vergemakkelijkt. Zodat jij deze maand naar behoren benut. Zodat jij deze maand optimaal gaat benutten. En vergeving gaat vragen. Dus daarmee begint de maand Ramadan. Bewustwording. Wees ervan bewust. Ja? Wakker de besef aan dat je te maken hebt met de maand van ibadah. Het is ibadah. Het is een maand van aanbidding, van het vasten, van sabr, zelfbeheersing. Een school waarbij je opgevoed wordt, waarbij je eigenlijk je promoveert, waarbij je eigenlijk jezelf reinigt en zuivert en loutert. Dat is deze maand. Daarvoor is deze maand bedoeld. En zo moet je omgaan met deze maand. Zo moet je omgaan met deze maand. En zo moet je deze maand ook gaan ontvangen. En de tweede stap na deze bewustwording is de goede voorbereiding. Hoe bereid ik mij voor op deze maand?
Waar moet ik de aandacht op focussen? Waar moet ik de aandacht aan schenken? Als het gaat voor aanvang. Sommigen? Ramadan, wanneer begint Ramadan? De eerste dag. De eerste dag, dan wordt hij wakker geschud. Hij wordt wakker, ja. Het is vandaag Ramadan, ja. Het is vandaag Ramadan. Met suhoor, ja, het is Ramadan. Deze houding is te laat. Je had al voor de maand Ramadan al klaar moeten staan voor maand Ramadan. En daarom de profeet sallallahu alaihi wasallam, wat was zijn gewoonte voor de maand Ramadan? Om Sha'ban heel veel te vasten. Heel veel te vasten. Dat viel de sahaba op. Dat viel de vrouwen van de profeet sallallahu alaihi wasallam op. Dat viel Aisha radiyallahu ta'ala anha op. Dat de profeet als de maand Ramadan, als de maand Sha'ban aanbrak, dat is de maand voor Ramadan. Als deze maand aanbrak, dan ging de profeet sallallahu alaihi wasallam opvallend heel veel vasten. Heel veel vasten. De meeste dagen bracht hij vasten door. En waarom deed de profeet sallallahu alaihi wasallam dat? Om ter voorbereiding op de komende maand. Alvast inkomen. Zodra de maand Ramadan inkomt, dan heb je het gevoel van het vasten al gehad. Dan weet je hoe het vasten voelt. En niet vasten pas beginnen als de maand Ramadan aankomt. Vasten voorbereiden. Goede voorbereiding. Komt jouw ibadat in maand Ramadan ten goede. Is goed om te starten met de goede voorbereiding. Man Sha'ban. Dalika, toen de profeet sallallahu alaihi wasallam daarover werd gevraagd. Had ik dalika shahrun yaghfalu anhu an-nas. Dat is een maand waar veel mensen onachtzaam over zijn. Die vergeten eigenlijk wat voor waarde man Sha'ban heeft. Het is tussen Rajab en Ramadan. Het is een maand die zich bevindt tussen Rajab. Rajab is een maand Muharram. Is een heilige maand. En Ramadan die daarna komt. En hij bevindt zich daartussen. Tussen twee belangrijke maanden. Een heilige maand Rajab en Ramadan. De grootste maand, de beste maand van het hele jaar. En daartussen bevindt zich Sha'ban. En de profeet sallallahu alaihi wasallam wilde er juist aandacht aan schenken. Aan Sha'ban. Ter voorbereiding aan Ramadan. Je kan het zo een beetje vergelijken met verplichte gebeden. Je hebt verplichte gebeden. Al-Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. Maar wat heb je daarvoor? Wat is aanbevolen om te doen? Een nafila. Je hebt altijd na al-adhan heb je twee raka'at. Sunnah om te... Waarom sunnah? Waarom nafila? Waarom? Ook een vorm van voorbereiding op het verplichte gebed. Want zodra het verplichte gebed begint, dan zit je eigenlijk al, zoals dat, in de flow. Dan zit je eigenlijk in de moed, in de stemming en dergelijke. En zo ook een maand Sha'ban voor Ramadan. Als jij die doorbrengt vastend, dan heb je eigenlijk jezelf al een beetje geestelijk voorbereid op de maand Ramadan. En voorbereiding is niet alleen maar inkopen, boodschappen doen. Maar dit is een voorbereiding, beste voorbereiding. Sha'ban. Ook Sha'ban werd genoemd als de maand van Qurra. Shahrul Qurra. Qurra. Dat zijn de reciteurs. Al-Qurra, onder de Sahaba, die gingen aandacht geven aan de Koran. Begonnen meer aandacht te schenken. Ze gaven altijd aandacht aan de Koran. Maar man Sha'ban begonnen ze meer te focussen, alles op te halen, opfrissen. Al-Huffa, die al de Koran memoriseren, helemaal uit hun hoofd, die gingen opfrissen. Shahrul Qurra, ter voorbereiding op de maand van de Koran. Dat is de maand Ramadan. Dat is de maand Ramadan, de maand van de Koran. Dus, 1, bewustwording. Wees bewust van deze maand en de waarde van deze maand. Eer deze maand. Wat voor positie heeft deze maand, maand Ramadan, in jezelf? Wat voor positie, wat voor plaats neemt maand Ramadan in je hart? Is het een maand net als alle andere maanden? Zo ga je ermee om. Slapen doorbrengen, de dagen slapen doorbrengen. En de nachten en nachtgebeden afraffelen. En vasten alsof jij een berg draagt, een berg moet verzetten. Als jij aangesproken wordt, het eerste wat je zegt, ik ben aan het vasten. Zeg maar van, weet je, laat met mijn trust wachten, ik ben aan het vasten. Zeg maar zo moeilijk. Subhanallah. Dus wat voor waarde, eer deze maand. Eer deze maand, daar begint het mee. En daarna, ja, wees voorbereid. Als jij deze waarde werkelijk kent van de maand Ramadan, dan ga je geheid daarvoor voorbereiden. Bereid je goed voor op deze maand. Alhamdulillah, er zijn nog een aantal dagen om je te voorbereiden. Ja. Het volgende in de maand Ramadan is dat je weet wie eigenlijk behoort tot de succesvolle
in deze maand en wanneer ben ik succesvol? Dus jij wil succesvol zijn in de maand Ramadan. Je wil van deze maand, de komende maand, de beste maand Ramadan, de meest succesvolle maand Ramadan maken. De vraag is, maar wanneer ben jij succesvol? Waaraan moet je voldoen om een succesvol maand Ramadan te maken? De vraag is, hoe bepalen wat succes is? Dat bepaalt Allah subhanahu wa ta'ala en zijn boodschapper Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Die bepalen of het succesvol is of niet. Allah subhanahu wa ta'ala, wat geeft Allah aan? Ja. Als wijsheid, als doel waarom hij subhanahu wa ta'ala het vast heeft voorgeschreven en voor ons heeft verplicht gesteld. Wat is de wijsheid om te vasten? Allah subhanahu wa ta'ala zegt duidelijk in de Koran, in surat Baqara, Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum assiyamu kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqoon. Dus op het moment, Allah subhanahu wa ta'ala zegt, O jullie die geloven, het vaste is voor jullie voorgeschreven, zoals het voorgeschreven was voor de volkeren voor jullie. En waarom is het vaste verplicht? Voorgeschreven waarom? La'allakum tattaqoon. Omdat jullie godsvruchtig zullen worden. Opdat jullie het taqwa zullen realiseren. Opdat jullie toenadering zullen zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala. Tot Allah subhanahu wa ta'ala. Dus het realiseren van het taqwa is het doel van het vaste. Is het doel van het vaste. Dus op het moment dat je dit hebt bereikt, het taqwa, dan weet je dat je succesvolle maand hebt gehad. En waarin zie ik dat terug in de praktijk? Wat is het taqwa? Het taqwa is tussen jou en het helle vuur een schild plaatsen, een bescherming. Wat is deze bescherming? Deze bescherming komt neer, zoals de sahaba taqwa ook heel kort hebben uitgelegd. Al-Ityanu bil-Fara'id wa Ijtinabu al-Muharramat. Daar komt het taqwa op neer. Dus op welke manier? Het is geen fysieke schild, het is geen concrete schild, het is een schild van daden. Een schild die je plaatst tussen jou en het helle vuur is door de verplichtingen na te komen en de verboden die Allah subhanahu wa ta'ala heeft verboden, die te verlaten. Dus als jij weet, voor de maand Ramadan, schoot ik tekort in mijn verplichtingen, op de eerste plaats, het gebed. Ik was iemand die niet bad. Ik was iemand die slordig opging met zijn gebed. Ik bad helemaal niet, of ik bad maar te laat. En dergelijke. Maar als de maand Ramadan aankomt, heb ik alles opgepakt. Ik bid, alhamdulillah, weer. Ik bid weer. En ik bid weer op tijd. Ramadan is verstreken. En ik bid nog steeds, alhamdulillah. Of ik bid nog steeds op tijd. Dan weet je dat je succesvolle maand hebt gehad. Dan weet je dat je het taqwa hebt gerealiseerd. En dan weet je dat het een teken dat Allah subhanahu wa ta'ala jouw vaste heeft geaccepteerd. Het vaste heeft geaccepteerd. Als jouw toestand na de maand Ramadan veel beter was dan jouw toestand voor de maand Ramadan, dan weet je dat jij je taqwa hebt gerealiseerd. En dat, zoals de geleerden zeggen, dat is ook een teken dat Allah subhanahu wa ta'ala jouw goede daden gedurende deze maand heeft geaccepteerd. Ook op het moment dat Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft vergeven tijdens deze maand, dan behoor je tot de succes. Dan ben jij de meest succesvolle persoon in deze maand. Als jij weet dat Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft vergeven. Maand Ramadan, subhanallah, is de kans om vergeven te worden. Allah subhanahu wa ta'ala houdt ervan om te vergeven. Allah subhanahu wa ta'ala houdt ervan om jouw berouw te accepteren. Maar de vraag is, waar zijn deze mensen die Allah subhanahu wa ta'ala vragen om vergeving? Jij zondigt dag en nacht en Allah subhanahu wa ta'ala wil jouw dag en nacht vergeven. Is de maand, dit is de kans
om vergeven te worden. Als dat niet het geval is, dan ben je de grootste verliezer. Als de maand Ramadan aanbreekt, als deze grootste kans aan jou voorbij gaat, en je bent niet vergeven door Allah subhanahu wa ta'ala, ondanks alle kansen, dan ben jij de grootste verliezer. Maar als jij de vergeving van Allah subhanahu wa ta'ala weet te bereiken, dan ben jij de meest succesvolle persoon. De profeet sallallahu alaihi wasallam let op deze woorden van de profeet alayhi salatu wassalam. Hij zegt, raghima anfu rajulin. Raghima anfu rajulin. Dakhala alayhi ramadan, thumma salakh, qabla an yughfara lah. Subhanallah. Vernederd is de persoon die de maand Ramadan heeft mee mogen maken en is verstreken voordat Allah subhanahu wa ta'ala hem heeft vergeven. Vernederd en verloren is deze persoon die deze grootste kans van zijn leven heeft gehad. Die de maand Ramadan heeft bereikt en heeft mee mogen maken en is aan hem voorbij gegaan zonder dat Allah subhanahu wa ta'ala hem heeft vergeven. En dat is grootste verlies. Als de Ramadan voorbij gaat zonder dat Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft vergeven. Als Allah jou niet vergeeft in maand Ramadan, wanneer dan wel? Als jij niet die stappen zet naar Allah subhanahu wa ta'ala in deze maand Ramadan die aan zit te komen, wanneer dan wel? Als jij niet met een schone lei begint tijdens de komende maand Ramadan, wanneer dan wel? Als jij niet aan jezelf gaat werken in deze maand Ramadan, wanneer dan wel? Als jij niet de verboden van Allah subhanahu wa ta'ala verlaat in de maand Ramadan, wanneer dan wel? Als jij de verplichtingen van Allah subhanahu wa ta'ala niet nakomt in deze maand Ramadan, wanneer dan wel? Wanneer dan wel? Wanneer kom jij dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala? Of heb jij te maken met een dode hart? Een hart die niet wakker is te krijgen. Die maar niet tot leven wil komen. Wat heb je nodig? Wat heb jij nodig om een levend hart te krijgen? Maand Ramadan. De maand van vergeving. De maand van verlossing van het hele vuur. De maand van alle kansen, van de grootste kansen. Die zitten aan te komen. Waar wacht je dan op? Dit is jouw kans. Iedereen die buitensporig is geweest. Iedereen die alles heeft gedaan wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft verboden. Dit is jouw kans. Het is jouw kans. Je hebt te maken met de meest vrijgevige, meest vergevingsgezinde, meest barmhartige. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafoor. Innahu Ghafoorun Shakoor. Hij vergeeft jou. En hij is dankbaar voor jouw goede daden. Hij beloont jouw goede daden. Maar hij is ook dankbaar. Maar hij vergeeft jouw tekortkomingen, jouw fouten, jouw zondes. Ook al kom je aanzetten met een berg aan zondes. Als jij oprecht Allah vraagt om vergeving. En berouw toont, Allah subhanahu wa ta'ala zal jou vergeven. Zal alles uitwissen. Maar jij moet die stap zetten. Jij moet van deze maand een succesvolle maand maken. Het begin ligt bij jou. Dus, beste broeders, beste zusters, beste kijkers. Wees bewust van deze grootste kans. En grijp deze kans. Ga niet slapen. Ga niet achteroverleunen. Het is maar één maand in het jaar. Eén maand maar. Eén maand in het jaar. Benut deze kans. Grijp deze kans met beide handen. Hou vast aan de verplichtingen van Allah subhanahu wa ta'ala. Hou vast aan jouw gebed. Ja. Zoek contacten op met jouw familie. Ja. Luister naar je ouders. Zoek vrede op met mensen. Het is een maand waarbij wij een andere mensen moeten worden. Dat was ook het geval van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Ik zei net het begin van mijn woordje van
van deze lezing. Het is een maand van reiniging. Je moet jezelf reinigen. Reinigen van wat? Hier, niet gaan wassen, douche gaan nemen. Nee, jouw hart gaan reinigen. Alles verwijderen wat kwaad is. Het kibber, hoogmoed. Jezelf bewonderen. Het idee dat je beter bent dan anderen. Ondanks dat je goed bezig bent en alles nakomt en bidt en vast. Maar je moet niet het idee hebben dat je beter bent dan anderen. Dat is ook iets slechts. Daar moet je jezelf van bevrijden. Jouw hart schoonmaken, reinigen daarvan. Van kibber, hoogmoed, arrogantie, el hasad, jaloersie en dergelijke. Je moet je hart van reinigen, van zuiveren. Maar het is ook een maand van promotie. Je promotie komt hoger in hogere rangen. Je stijgt op in hogere rangen. Als jij iemand was die alleen verplichtingen deed in de maand Ramadan, en voor de maand Ramadan, dat is de maand Ramadan om een stapje hoger te gaan. Om te promoveren in aanbidding. Begin met een aanbevolen zaken. Begin met het sunan. Begin met dingen die vrijwillig zijn. En ga zo maar door. En wissel af. Wat betreft het daden van aanbidding, vormen van aanbidding. Zo ben je bezig met salah. En zo ben je bezig met sadaqa. En zo ben je bezig met mensen helpen. En zo ben je bezig met bemiddelen. En zo ben je bezig met allerlei zaken. Vrijwillig werk. En ga zo maar door. Je promoveert. In maand Ramadan moet je promoveren. Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kana ajwad an-nas. Hij was een meest vrijgevige persoon. Ten alle tijden. Maar hij was nog meer vrijgevig in de maand Ramadan. Nog meer vrijgevig. En al-jood in het Arabisch. Beperkt zich niet alleen maar tot sadaqa. Het geven van bezittingen. Of nee. Alles wat je kan uitgeven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Aan diegene die het verdient, is een vrijgevigheid. Zo kun je vrijgevig zijn door jouw geld uit te geven. Maar zo kun je ook vrijgevig zijn door jouw status in te zetten omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Door jouw naam en jouw bepaalde status, positie die je hebt in te zetten omwille van bemiddelen voor mensen bijvoorbeeld. Dat is ook vrijgevigheid. Zoals de profeet sallallahu alaihi wa sallam was vrijgevig in alle opzichten. Met zijn geld was hij vrijgevig. Met zijn bezittingen was hij vrijgevig. Maar ook met zijn woorden was hij vrijgevig. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-kalimatu tayyiba sadaqa. Zegt de profeet alayhi salatu wassalam. Vrijgevig ook met zijn woorden. Maar ook met zijn hoedanigheid alayhi salatu wassalam. Mensen de profeet zagen, dan werden zij automatisch gemotiveerd en aangemoedigd om uit te geven. Om ook vrijgevig te zijn. Subhanallah, ook zijn figuur alayhi salatu wassalam. Zijn hoedanigheid, zijn toestand was ook vrijgevig. Vrijgevig, alayhi salatu wassalam. Maar wat ik wil zeggen, is er een maand van promotie ook. Stel dat jij al iemand die al goed bezig was voor de maand Ramadan. Want de maand Ramadan is ook een maand om in hogere rangen te stijgen. Om te promoveren. Promoveren, hogere level. Je was iemand die beperkte zich tot de verplichtingen. Ramadan is een kans om naar boven te kijken. Ja, pak ook de vrijwillige handelingen op. Daden. Kana ajwad. En dit is het bewijs. De profeet was altijd vrijgevig. Maar als de maand Ramadan aankwam, dan was hij meest vrijgevig. Nog meer vrijgevig. En wat het geheim daarachter is, dat zal ik inshallah straks even benoemen. Dus, reiniging, promotie, maar ook opvoeden. Het is een maand van opvoeding. Je moet jezelf gaan opvoeden. Opvoeden. Dus als jij ziet van jezelf, ja, ik ben bezig met mijn hart. Ik ben mijn hart aan het herzien. Ik heb nu controle, ik probeer mijn hart, mijn gevoelens, hè, die slechte gevoelens, die slechte eigenschappen in mijn hart, probeer ik daarvan af te komen. Als je daarmee bezig bent, dat is een goed teken. Dat is een succes op zichzelf. Ja? Stilstaan bij de slechte eigenschappen en die proberen, ja, te verwijderen, is een goed begin. Als je ziet van jezelf, je gaat promoveren in de maand Ramadan. Je promoveert, hè, van verplichtingen naar nog meer. Je was vrijgevig maand Ramadan. Ben je nog vrijgevig maand Ramadan? Alleen verplichtingen, alleen salah, verplichte salah. Maand Ramadan ook een nawafil. Voor Ramadan alleen zakah, verplichte zakah. Tijdens maand Ramadan ook sadaqa daarnaast. Als je dit, je hebt al-hajj, verplicht al-hajj. Maar je hebt ook al-umra, als je al-umra maand Ramadan nog kan verrichten. Promoveren, dat kan ook. En ook jezelf opvoeden. Jezelf opvoeden, subhanallah.
door het ikhlas aan te leren. De grootste dingen die wij aanleren en leren in maand Ramadan zijn namelijk het ikhlas, zuivere toewijding en het sabr. Twee grootste eigenschappen die je zelf aanleert tijdens deze maand Ramadan. Namelijk al-ikhlas, en nogmaals al-ikhlas. Zuivere toewijding. En het vaste draagt daarbij. Een vaste helpt jou om deze grootste eigenschap te realiseren. Namelijk zuivere toewijding. Dat je dingen alleen maar omwille van Allah subhanahu wa ta'ala doet. Het vaste, ja, het vaste is een geheim tussen jou en jouw Heer. Subhanallah, een bijzondere een vorm van aanbidding. Waarom? Want subhanallah, want je bent in staat om stiekem te gaan eten. Terwijl iedereen denkt dat jij aan het vasten bent. Maar je kan ook stiekem gaan eten. Niemand heeft door dat jij gegeten hebt. Maar toch doe je dat niet. Dit is al-ikhlas. Dit is puur al-ikhlas. Dit is puur zuiver dingen doen. Daden van aanbidding doen voor Allah subhanahu wa ta'ala. En dat komt sterk naar voren tijdens maand Ramadan, tijdens het vasten. En daarom, subhanallah, zeggen de geleden, en daarom is die, staat daar tegenover een onbeperkte beloning. Omdat die gekenmerkt wordt door de ikhlas. Omdat siyam gekenmerkt wordt door de ikhlas, zuivere toewijding. Omdat jij in staat bent om stiekem te eten, terwijl de hele wereld denkt dat je aan het vasten bent. Maar toch doe je dat niet. Toch doe je dat niet. Je bent niet in staat om 1 seconde voor de maghrib te gaan eten. Je had het niet in je hoofd om 1 seconde naar de fajr door te eten. Dat haal je niet in je hoofd. Ook stiekem doe je dat niet. Waarom doe je dat niet? Omdat jij ja, ervan bewust bent dat Allah subhanahu wa ta'ala jou ziet. Dat Allah subhanahu wa ta'ala van boven 7 hemelen jou ziet. En dat is wat jij ook moet doortrekken naar de rest van de daden van aanbidding. Als je bidt, ja, sta stil bij deze eigenschap van ikhlas. Ik bid alleen omwille van Allah. Sadaqa ook, als ik sadaqa geef, alleen omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is wat de siyam, het vaste tijdens de maand Ramadan, ons ook leert. Van een ikhlas realiseren. En daarnaast ook het sabr, geduld. En een vorm van geduld is jezelf beheersen. Jezelf beheersen, dat is wat je ook leert in de maand Ramadan. Subhanallah. Sabr. Sabr om geen verboden, om zelfs het halal, die halal zijn, normaliter halal zijn, ja, probeer je eigenlijk niet te nuttigen. Zelfs dingen die eten en drinken die halal is, normaliter, buiten maand Ramadan om, doe je dat niet. Want laat staan verboden zaken. Laat staan verboden zaken. Dus het leert jou sabr, jezelf te beheersen. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, inni sa'im. De profeet leert ons, als iemand jou ja, probeert uit te lokken, uit je tent te lokken, jou te schelden, ja? Ja. En jou van alles nog wat uit te maken. Wat zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam? Zeg, ter herinnering voor jezelf, maar voor die persoon die jou uitscheldt ja, en beledigt, zeg inni sa'im, ik ben vastende. Dus ga daar niet op in. Jezelf beheersen. Ga daar niet op in. Als jij dit realiseert, dan weet je dat je succesvol bent. Als je het ikhlas realiseert in maand Ramadan, ook in, dat je dat doortrekt naar de rest van de vormen van aanbiddingen, dan weet je dat je succesvol bent. Ja? Als je sabr, jezelf je sabr aanleert, het sabr is niet alleen maar, er overkomt mij iets, ja, ik maak een ongeluk mee, mij treft iets, ik word ziek, ik word beproefd. Sabr, sabr. Nee, sabr kent verschillende gradaties, sabr kent verschillende vormen. Je hebt de sabr om van het haram af te blijven, om uit de buurt te blijven van het haram, is ook een sabr. Is sabr. Als jij uit de buurt blijft en jezelf beheerst om geen al haram, verboden zaken ja, te plegen, dan is sabr. Je hebt ook een sabr nodig om de verplichtingen na te komen. Je hebt de sabr nodig om 5 keer per dag te bidden. Je hebt de sabr nodig om zo lang te vasten. Je hebt de sabr nodig om allerlei verplichtingen na te komen. Om daden van aanbiddingen na te komen, heb je sabr nodig. Dat vergt zeker sabr. Dat vergt inspanning. Vroeg wakker worden. Ja. Je warme bed verlaten voor salah vroeg in de ochtend. Dat vergt zeker sabr. En dat wordt jou aangeleerd in de maand Ramadan. Dat leer je op deze bijzondere grootste school. De school van de maand Ramadan. Vast.
Je bent succesvol. Tijdens de maand Ramadan. Als jij doorhebt dat het tijdens de maand Ramadan niet gaat om de hoeveelheid. Niet om de kwantiteit. Hoeveel ga ik doen? Hoeveel ga ik lezen? Hoeveel ga ik bidden? Hoeveel ga ik doen? Maar het gaat om het vervolmaken van jouw daden. Om het compleet maken van jouw daden. Ook al zijn ze gering. Deze daden wat jij verricht. Ook al zijn ze weinig. Als je die maar compleet maakt. Als je maar streeft daarbij naar perfectie. En dat is wat de islam ons leert. Katab Allah al-ihsan fi kulli shay. Fi kulli shay. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ihsan, perfectie. Voorgeschreven wat betreft alle zaken. Alle zaken perfectie. Dus perfectioneer jouw daden. En niet alleen, ik moet zoveel doen, zoveel doen, zoveel doen, zoveel doen. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-Mulk, Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hij heeft de dood en het leven, ja, geschapen om jullie te beproeven wie van jullie het beste zal verrichten. Het beste, niet het meeste. Allah subhanahu wa ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wie van jullie het beste zal verrichten. Het beste. Het gaat om het beste, niet het meeste. Dus ook focus op het perfectioneren van jouw daden. Maak jouw daden compleet. Naar optimaal. Naar behoren bidden. Naar behoren vasten. Dus ook vasten moet je ook perfectioneren. Door niet alleen maar niet te eten, niet te drinken. En ondertussen roddelen over die en die. Ondertussen die en die uitschelden. En tegenwoordig, zelfs als jij niet sociale contacten hebt. Social media maakt het mogelijk. Ja, om los te gaan. Social media maakt het om te roddelen. Social media maakt het mogelijk om los te gaan. Dus let daar ook op. Als jij iemand die succesvol wil voor dit maand Ramadan, ik zou je echt adviseren, en dit richt ik tot mijzelf eerst, dan zou ik je adviseren om afstand te doen van social media. Echt waar. Dat is het eerste wat je moet doen. Ja? Beperk het zoveel mogelijk. Beperk het zoveel mogelijk. Ten bate van jouw vaste. Ten bate van jouw band met Allah subhanahu wa ta'ala. Om uiteindelijk vergeven te worden. Om uiteindelijk die taqwa te realiseren. Om uiteindelijk succesvol te worden. Dus beperk die contacten. De social media. Beperk alles. Sluit die hele Facebook af. Insta. Alle sociale kanalen. Sluit ze af. Voor één maand. Eén maand. Gaat dat lukken? Ja, het lukt jou om zo lang te vasten. Om niet te drinken. Om niet te eten. Het lukt jou. Het lukt jou. Dat zou je ook moeten lukken. Dat, behalve als dat bezig bent met da'wa of iets dergelijks, zou ik zeggen iets verspreiden, een flyer, een lezing hier en daar. Maar ga niet in op reageren die op die, op alle nieuwsjes reageren, op alle opmerkingen, opmerking na opmerking. En daarbij, wat heeft het jou opgeleverd? Wallahi, niks. Behalve zondes. Behalve zondes, wal'iyadu billah. Dus maand Ramadan, als jij succesvol een maand Ramadan wil maken, dan zou ik zeggen, vast niet alleen maar eten en drinken, maar vast ook met jouw tong, met jouw ogen, met jouw ledematen, met je hart. Met je hart ook. Alles doet mee, alles doet mee. En daarom zegt de profeet sallallahu alaihi wasallam, men lem yatruk qawla zuri wal amali bi, fa laysa lillahi haja an yatruka ta'amahu wa sharaba. Allah subhanahu wa ta'ala is niet uit om jou te verhongeren. Door maand Ramadan. Allah is niet uit om jou te verhongeren. Allah subhanahu wa ta'ala, het vaste is maar een middel. Maar een middel. Tot het hogere doel. Maar stel dat jij niet eet en niet drinkt. Ja? Maar ondertussen ben je het vlees van jouw broeders en zusters aan het opeten. Door te roddelen over hen. Waar ben je mee bezig? De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, wie het niet naakt, wie... valsheid, de zondes en het slechte niet kan nalaten en daarnaar kan handelen, dan hoeft hij van alles zijn eten en drinken ook niet na te laten. Met andere woorden, waar ben je mee bezig? Je kent de essentie van het vasten niet. Het eten en niet drinken, is maar een middel. Het is niet, Ramadan is niet eten en drinken. Ramadan is niet eten en drinken. En Ramadan is wel roddelen, Ramadan is wel bedriegen, Ramadan is wel vloeken. Ramadan is wel kijken naar haram. Ramadan is wel contacten met vreemde vrouwen. Dat is wel Ramadan.
besef. En daarom begon ik mijn woordje met bewustwording. Laten we deze maand niet zomaar een maand zijn. Het is een bijzondere maand. En laten we niet van de maand Ramadan geen gewoonte maken. Een gewoonte, traditie. Het begint bijna traditie te worden. Maand Ramadan komt aan, niet eten, niet drinken, fajr, opstaan. Net automatisch piloot. Automatisch piloot. Dat moet veranderen. Dat moet echt gaan veranderen. We moeten beseffen dat we te maken hebben. Dit is inderdaad dit is onze eerste Ramadan die aankomt. Maar het zou misschien de laatste zijn. De laatste. Hoeveel mensen zullen de komende maand Ramadan niet meemaken? Die al nu reeds heen zijn gegaan naar hun Heer. Die waren tussen ons. Vorige maand Ramadan waren ze tussen ons. En die hadden natuurlijk de wens om de volgende, eerstvolgende maand Ramadan mee te maken. Maar die zijn er niet. Hoeveel mensen hebben we niet gemist? En die zullen wij missen de komende maand Ramadan. Geliefde, dierbare, buren, naasten van ons, vrienden, kennissen van ons. Die zullen wij niet zien tussen ons de komende maand Ramadan. Maar die hadden ook hetzelfde gedachte. Ik zal misschien de komende maand Ramadan meemaken. Dus dat besef moet er. Dat kwartje moet er vallen, beste broeders en zusters. En daarom moet je die kans grijpen. De kans grijpen. Het is misschien jouw laatste maand Ramadan. Wie geeft jou de garantie dat je de komende... De Ramadan van volgend jaar zal meemaken. Wie geeft jou die garantie? Niemand. Niemand. Dus als jij iemand die het paradijs nastreeft, die de vergeving van Allah subhanahu wa ta'ala nastreeft, dan moet je echt alles doen. Alles uit de kast halen. Je mago opstropen. En ervoor gaan. De komende maand Ramadan. Succesvol maken. En zonder hulp van Allah subhanahu wa ta'ala gaat je dat niet lukken. Dus je hebt daarbij zeker de hulp van Allah subhanahu wa ta'ala. En denk dat je op eigen kracht dat zou realiseren. Dat gaat je niet lukken. Dus vraag Allah subhanahu wa ta'ala om je daarbij succesvol te maken. Dus al-ihsan, maak je daden compleet. Maand Ramadan, om die succesvol te maken, moet je voornamelijk aandacht geven aan de Koran. Een maand Ramadan zonder Koran. Wat is maand Ramadan zonder Koran? Wat is de maand Ramadan zonder Koran? De maand waarin Allah subhanahu wa ta'ala deze Koran, het Koran, het leven, het ware leven, het leven van de hart is begonnen. Het geluk is begonnen voor de mensheid. Het licht is begonnen in de maand Ramadan. Door de Koran neer te zenden en te openbaren. En dat heeft plaatsgevonden in de maand Ramadan. Als je mij zou vragen, kan je maand Ramadan beschrijven voor ons? Kan je maand Ramadan uitleggen? Dan zou ik zeggen, het eerste wat ik zou zeggen, maand Ramadan is de maand van het vasten. Waarom? Omdat eigenlijk dat gekenmerkt wordt door, maand Ramadan wordt gekenmerkt door het vasten voornamelijk. Maar Allah subhanahu wa ta'ala, hoe beschrijft Allah de maand Ramadan? Welke beschrijving kiest Allah subhanahu wa ta'ala voor de maand Ramadan? Allah zegt, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان الله. Dus ja, als jij iets wil beschrijven, dan kies je het meest kenmerkende beschrijving kies je om datgene, dat begrip te beschrijven. Dus Allah, als je afvraagt wat is de maand Ramadan, het is als Allah zegt, Ramadan is de maand van de Koran. Hij zegt, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Het is de maand waarin de Koran is neergezonden. De woorden van Allah zijn neergezonden tijdens deze maand. Na'anzalnahu fi Laylat al-Qadr. Met name Laylat al-Qadr. Op de Laylat al-Qadr, op de nacht van al-Qadr, is de Koran neergezonden. Fi Laylat al-Mubarak. Na'anzalnahu fi Laylat al-Mubarak. Hij is geopenbaar neergezonden op de gezegende nacht. Dat is verwijst naar Laylat al-Qadr. Die beter is dan 1000 maanden. Die bevindt zich in de maand Ramadan. Koran. Koran en nogmaals Koran. Dus waaraan moet ik het meest aandacht schenken tijdens de maand Ramadan? Koran. Lees de Koran. En beperk je niet alleen maar tot lezen, maar louter alleen maar lezen, lezen, lezen. Maar ook het begrijpen van de Koran. Het bestuderen van de Koran. Ik stel voor om echt in moskeeën, als dat toelaatbaar is, om bepaalde kringen ja, te organiseren waarbij de Koran wordt bestudeerd. Waarin de Koran wordt bestudeerd.
tijdens de maand Ramadan. Maar ook als individu, als je thuis bent of je gaat je terugtrekken in de moskee, lees de Koran, pak de mushaf. Pak de mushaf. Shafi'i rahmatullah. Als de maand Ramadan aanbrak, 60 keer de maand de Koran uitlezen. 60 keer. Weet je wat dat betekent? Elke dag de Koran 2 keer uitlezen. 2 keer. Het is een bijzonder maand Ramadan. Zuhri, het tabi'i, deze grote tabi'i. Als de maand Ramadan aanbrak, wat zei hij? Hij zei, innama huwa li qira'ati al-Qur'an wa it'am at-ta'am. Deze maand is voor wat? Hij is deze maand is voor het lezen van de Koran en het voeden van mensen. Het voeden van mensen. Dat is de maand Ramadan, qira'ati al-Qur'an. Imam Malik, rahmatullah. Imam Malik, deze grote geleerde, dat was Shafi'i. En als de maand Ramadan begon, wat deed hij? Hij stopte met zijn hadith lessen. Hadith, het voordragen van hadith. Dus dat zijn de woorden, de overleveringen van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Hij stopte daarmee. Om wat te doen? Om wat te doen? Op social media te gaan. Om wat te doen? Om de Koran te lezen. Hij stortte zich in op de Koran. Volledig zich instort op de Koran. Zich stort op de Koran. Aandacht geven aan de Koran. Waarom? Want deze Koran. En wat is Koran? De woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Zorg ervoor dat jouw gedrag wordt verbeterd. Dat jij een betere mens wordt. En helemaal, als jij de Koran begrijpt en stilstaat bij de wonderen van de Koran. Bij de verbazingwekkende elementen en inhoud van de Koran. Als je de Koran begrijpt en bestudeert. Wallahi, wallahi, je proeft de zoetheid. Je proeft de zoetheid van deze woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. En jouw hart zal tot rust komen. En je zal de rust vinden. En je zal die genade, die warmte, die liefde zal je voelen. Zo zegt de profeet alayhi salatu wassalam. Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah. Yatluna kitab Allah. Wa yatadarasunahu fi ma baynahum. Illa nazalat alayhim ussakina. Wa ghashiyatumur rahma. Wa haffatumul malaika. Wa ghashiyatumur rahma. Wa dhakarahumullahu fi man indah. Subhanallah. De profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, er is geen groep mensen die bij elkaar komt in een van de huizen van Allah subhanahu wa ta'ala om de Koran met elkaar te bestuderen, of een sakina of de rust daalt op hen neer. Sakina, innerlijke rust daalt op jou neer. Wat kom je doen? Je komt naar de huizen of een van de huizen van Allah om dit te realiseren. En openlijk is dit ook van toepassing thuis. Als jij thuis bent om dit te doen. Koran lezen, niet alleen maar lezen, maar ook bestuderen. Probeer te begrijpen, waarom zegt Allah dit? Waarom zegt in deze plaats, en hier in dit vers dit, en een andere vers zegt Allah dat? Dat is het bestuderen van de Koran. Of de rust, zegt de profeet, of de rust daalt op hen neer. Wa haffathumul malaika, en zullen omringd worden door malaika. Wa ghashiyatumur rahma, zij zullen bedekt worden door de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala zal hen bij naam noemen in de hoogstaande gezelschap bij Allah subhanahu wa ta'ala. Jouw naam. Allah zal jou noemen. Jij mens. Wie ben jij? Jij stelt niks voor in de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Jij, Allah noemt jou daarboven bij deze hoogstaande gezelschap van malaika. Hoe komt dat? Omdat jij zijn woorden probeert te begrijpen, zijn woorden leest en bestudeert. En specifiek de maand Ramadan. Specifiek de maand Ramadan. Wie kwam er elk jaar de maand Ramadan naar de profeet sallallahu alaihi wasallam? Wie? Jibril. Jibril kwam elk jaar naar de profeet sallallahu alaihi wasallam en ontmoette de profeet sallallahu alaihi wasallam in de maand Ramadan om wat te doen? Om de Koran te herhalen en te bestuderen. Yudarisuhul Koran. Dus Jibril, die kwam elke maand, elke jaar de maand Ramadan, kwam hij naar de profeet sallallahu alaihi wasallam. En sta stil bij deze ontmoeting. En wat voor ontmoeting is dit? Een hoogstaande ontmoeting. Het is Jibril, de beste van de malaïka. De beste onder de malaïka, onder de engelen. Die ontmoet de beste van de schepselen, Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En wanneer? Tijdens de beste maand. De beste van de malaïka. Samen met de beste van de engelen. Tijdens de beste maand. En wat is de studiestof? De studiestof zijn de beste woorden. De woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Bijzonder is dit.
bijzonder. Een bijzondere ontmoeting. De beste schepselen onder Malaika en onder de mensen ze komen samen in de beste maand om de beste woorden te bestuderen. Bestuderen, ja. Wat verstaan we onder bestuderen? Jibril, die droeg de Koran voor. En de profeet sallallahu alaihi wasallam luisterde, zoals de geleerden zeggen. En de profeet sallallahu alaihi wasallam op zijn beurt droeg de Koran voor aan Jibril en Jibril luistert. Het bestuderen van de Koran. En dat moeten we ook nadoen. Dat is onze voorbeeld. Nagaan Jibril met de profeet sallallahu alaihi wasallam die dit doen. En wij, wat doen wij? Wij zijn bezig met eten. Het tafel volmaken, helemaal vol bedekken. Ja? Helemaal vol bedekken. En de helft gaat naar de prullenbak. En bezig het inslaan, bezig wat we gaan eten. Ja? En ga zo maar door. Dus laten we een maand Ramadan optimaal benutten. Door aandacht te geven aan de Koran. Koran, lees de Koran. Dit is jouw kans. Dit is de maand van de Koran. Lees de Koran veelvuldig. Wat doet de Koran uiteindelijk? Wat is het resultaat? Wat zijn de vruchten? Wat zijn de vruchten van het lezen van de Koran, het bestuderen van de Koran? Blijft dat onbeloond? Zeker niet. In hernaam was sowieso de beloning bij idnillah. Maar ook in dunia, dat doet met jou iets met jouw gedrag. Een hadith die ik hiervoor aandroeg. Dat de profeet sallallahu alaihi wasallam meest vrijgevige persoon was. En dat hij meer vrijgevig was tijdens de maand Ramadan. Vervolgens zegt Hina yalqahu Jibril. Wa kana ajwada an-nas hina yalqahu Jibril. En hij was nog meer vrijgevig. Wanneer? Hij zegt op het moment dat Jibril hem ontmoette. Yudarisuhu al-Quran. Subhanallah, kijk, gelet op die link. Van nog meer vrijgevig. En op het moment dat hij Jibril ontmoette. Waarbij zij de Koran bestuderen. Dus subhanallah. Het lezen van de Koran. En het bestuderen van de Koran. Heeft ervoor gezorgd. Zoals de geleerden zeggen. Heeft ervoor gezorgd dat de profeet nog meer vrijgevig is. Nog meer vrijgevig is. En anderen zeggen. Door de blijdschap van de profeet met de komst van Jibril. Dus als uiting van dankbaarheid is hij nog meer vrijgevig in de maand Ramadan. Dus het komt op hetzelfde neer. Het komt erop neer dat de Koran ervoor heeft gezorgd dat de profeet zich promoveert, subhanallah. Ook hij, sallallahu alaihi wasallam, promoveert zich in de maand Ramadan door nog meer vrijgevig te zijn. En kijk die link die hij, de profeet legt. Hina yalqahu Jibril. Ja, op het moment dat Jibril hem ontmoette, om samen met hem de Koran te bestuderen. Dus het bestuderen, het lezen van de Koran, en het opfrissen van de Koran met elkaar, en het ophalen van de Koran, herhalen van de Koran, dat zorgt ervoor dat jouw gedrag verbetert. Al-akhlaq, dit hoort ook bij al-akhlaq. Vrijgevigheid, nog meer vrijgevig, nog meer betekenen. Mensen helpen is vrijgevigheid. Voor mensen bemiddelen, vrijgevigheid. Vrede sluiten tussen twee personen is vrijgevigheid. Natuurlijk, sadaqa, liefdadigheid, is vrijgevigheid. En ga zo maar door. En een goed woordje is vrijgevigheid. Dus vermeerder ook deze daden, deze goede woorden, vermeerder ze nog meer. En daar moet de Koran voor zorgen. De Koran moet jou daartoe aanzetten. Tot het verbeteren van jouw gedrag. Als je ziet dat jouw gedrag intact is gebleven of is verslechterd, dan weet je dat jij van deze maand geen succesvolle maand heb gemaakt. De maand Ramadan moet ervoor zorgen dat wij betere mensen worden en ook betere akhlaak hebben. Letten op je tong in bedwang houden. Ja? Sabr, geduld, zelfbeheersing, vrijgevigheid, het voeden van de armen zoals de Zuri ook zei. Innama huwa qira'atul Qur'an wa it'amut ta'am. Ja? Het voeden van el iftar, het zorgen van iftar, het organiseren van iftar en dergelijke. Dus, de Koran, natuurlijk, je wordt beloond voor elke letter. Ja? Voor elke letter krijg je 10 hasanat.
De hasana wordt vertienvoudigd bij Allah subhanahu wa ta'ala voor elke letter 10 hasana. Natuurlijk, die beloning. Maar sta ook stil bij de vruchten. Het resultaat van het lezen van de Koran. Wat het Koran ook doet met jouw gedrag. En daarom, Aisha, toen zij werd gevraagd na de dood van de profeet. Wat was el ghuluq van de profeet? Wat was zijn gedrag? Wat was zijn gedrag? Kun je het gedrag van de profeet zo omschrijven? Ze zei, kana ghuluq hul Koran. Zijn gedrag was de Koran. Zijn gedrag was de Koran. Dus hij ontleedt zijn gedrag aan de Koran. Hij, de bron van zijn gedrag is de Koran. Dat is de Koran. En dat was, ja, met name in de maand Ramadan, was dat zeker zichtbaarder. Maand Ramadan moet je aandacht geven aan een nachtgebed. Een nachtgebed. Daar leg je ook de focus op. Het tarawih is ook een nachtgebed. Het tarawih is een nachtgebed. Als het niet mogelijk is in de moskee, bid het thuis. Ja? Met dierbaren, met familieleden, met kennissen, met vrienden. Of alleen als het niet kan. Of iets dergelijks. Maar het tarawih in het algemeen is een nachtgebed. En daar ligt de focus ook op. De profeet sallallahu alaihi wa sallam zegt, man qama ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wie ramadan doorbrengt in nachtgebed, hele maand ramadan doorbrengt in nachtgebed, als twee voorwaarden, uit geloof en rekenend op de beloning van Allah subhanahu wa ta'ala, Allah zal al zijn voorgaande zonden vergeven, subhanallah. Dus het nachtgebed, geef daar aandacht aan. Ja, geef aandacht aan. Aan het verrichten van nachtgebed tijdens maand ramadan. En focus ook op de laatste 10 nachten. Aandacht, geef daar meer aandacht aan. Nou, dus als jij tekort hebt geschoten in de voorgaande dagen en nachten van de maand ramadan, laat de 10 nachten niet zomaar aan jou onbenut aan jou voorbij gaan. De 10 laatste nachten van de maand ramadan, waarom zijn ze bijzonder? Omdat daarin zich Laylatul Qadr bevindt. Omdat de Laylatul Qadr beter, niet gelijk, maar beter is dan 1000 maanden. 1000 maanden. Dat is gelijk aan meer dan 83 jaar aanbidding. Subhanallah. Dus deze nacht, daar ligt ook meer de focus op. Maar ook in het algemeen de laatste 10 nachten brengen door in nachtgebed, brengen door goed vastend, brengen door in het lezen van de Koran, het gedenken van Allah subhanahu wa ta'ala. Maand Ramadan is de maand van dua. Dua ook. Focus ook op het dua. Focus op het dua tijdens de maand Ramadan. Subhanallah, een bijzondere kanttekening hierbij is Surat al-Baqarah. Toen Allah subhanahu wa ta'ala begon met het vasten. Ja, ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'duda. Vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala, wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idha sa'alaka 'ibadi fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. En daarna, uhilla lakum laylata as-siyam rafathu ila nisa'ikum hunna hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Subhanallah, hier zegt Allah subhanahu wa ta'ala, in het midden tussen al die voorschriften met betrekking tot het vaste maand Ramadan, daartussen zegt Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Als mijn dienaar jou naar mij vragen, o Mohammed sallallahu alaihi wasallam, ik ben nabij. Subhanallah. Wat hebben de geleerden hieruit opgemaakt? Waarom tussen die reeks regelgeving voor regels met betrekking tot vasten, dat tussen al die regels komt dit vers daartussen. Heeft totaal niks met het vasten te maken. Als mijn dienaar jou vragen over mij, o Mohammed, ik ben nabij, zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Hieruit hebben de geleerden opgemaakt dat het vasten, tijdens vasten, het dua wordt verhoord. Maakt een grote kans op verhoor. Het dua mustajab van de vastende persoon. En dat wordt bevestigd door de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Thalatu da'awat la turad. Drie da'awat, drie. Smeekbedes van drie personen die worden verhoord. En die worden niet geweigerd door Allah subhanahu wa ta'ala. Een van hen, de dua van een vastende persoon totdat hij
ontvast, totdat hij zijn vasten verbreekt. Dus gedurende die periode dat je aan het vasten bent, dat is een kans om het dua te doen. En daarom, subhanallah, heeft Allah subhanahu wa ta'ala dit vers tussen al die regels van regelgeving met betrekking tot vasten geplaatst. Om ons, het begint subhanallah van gebod tot vasten, verplichting van het vasten, de regels, als je prijs bent en ziek bent, wat voor regels, met welke regels, yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-us, en daarna uhilla lak in de nacht, dat het halal is om toenadering te zoeken tot de vrouwen en. Maar daartussen, subhanallah, dit vers. Het is alsof een dienaar zich afvraagt, maar dit is wat Allah subhanahu wa ta'ala van mij vraagt. Ik moet vasten, ik moet mij houden aan deze regels, aan al deze voorschriften. Maar het is alsof de mens zich afvraagt, maar wat is er voor mij dan? Wat staat er tegenover voor mij? Het is alsof Allah subhanahu wa ta'ala die vraag die bij jou opkomt, al beantwoord. Al beantwoord voor je. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِي إِنِّي قَرِيبٌ إِبْنَ نَعْبَيْ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Ik verhoor zijn smeekbeden als hij mij smeekt. Als je Allah aanroept, hij verhoort jou. Dus maak gebruik van deze bijzondere periode het vasten om veelvuldige dua te doen. Miftah, tot de sleutel, tot de schatten van de hemelen is het dua. Hassan al-Basri, er werd over hem gezegd dat hij zei, miftahu al-bahr, miftahu al-bahr, de sleutel tot de zeeën, zijn de schepen. Schepen om over te varen heb je een schip nodig. Wa miftahu al-ardi at-turq. En de sleutel van de aarde om de afstanden af te leggen, heb je de wegen nodig. Heb je vervoersmiddel nodig. Wa miftahu as-sama', en hij zegt de sleutel tot de hemelen is het dua. Is het dua. Zo kort. Het is een behoorlijke afstand hè, tussen de aarde, maar door dua overleg je deze afstand. Door dua leg je deze afstand, subhanallah. En er werd ook iemand, een van de vrome voorgangers werd gevraagd, wat is de afstand tussen de hemel en aarde? Hem werd gevraagd, wat is de afstand tussen de hemel en aarde? Hij zei, het dua. Het dua, dat is de afstand. Dus je overlegt die hele afstand, leg je aan door dua. Het dua, maar die afstand kort. Inni qarib, zegt Allah, ik ben nabij. Dit is speciaal voor, het is ook speciaal voor iemand die Allah subhanahu wa ta'ala smeekt. Die nabijheid voor, speciaal. Allah is altijd nabij. Met zijn hulp, hè? Met zijn steun, hè? Met zijn kennis. Maar specifiek voor mensen die Allah subhanahu wa ta'ala aanroepen en smeken. Is hij heel nabij. Heel nabij, subhanahu wa ta'ala. Dit is eigenlijk in het kort, hoe jij van de komende maand Ramadan een succesvolle maand kan maken. Dit is echt heel kort, maar er zijn heel veel punten nog te benoemen, maar vanwege de tijd. Ik hoop dat ik het niet te lang heb gemaakt. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons de maand Ramadan te laten bereiken. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons de kracht, de energie te geven om de maand Ramadan te benutten. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons het mogelijk te maken om de maand Ramadan naar behoren te vasten. De dagen door te brengen met vasten, de nachten door te brengen met gebed en met lezen van de Koran. En vraag Allah subhanahu wa ta'ala om alles van ons te accepteren. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakum Allahu khaira. Barakallahu fik. Ustaduna, barakallahu fik voor deze prachtige woorden. Inshallah zullen we de Ramadan bereiken, want dat is ook nog de vraag. Hè? We hebben nog één of twee dagen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons de maand Ramadan laten bereiken. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze vaste accepteren. Barakallahu fik voor deze prachtige lezing. Beste kijkers, houd onze Facebookpagina in de gaten. Want er komen hele mooie dingen aan in de maand Ramadan. Hele mooie lezingen, hele goede sprekers. En bedankt voor het kijken. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie allemaal belonen. Barakallahu fiek. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.